ook wel een geroep. Beste mensen, allemaal hartelijk welkom. Het is dit jaar voor het eerst dat de historische kring Ommen hier een bijeenkomst organiseert om te herdenken wat hier aan deze toegangsweg naar het kamp Erica in de oorlogsjaren is gebeurd. En er zijn twee mensen in ons midden die dat heel bewust meegemaakt hebben. Twee mensen die ons kunnen vertellen wat vrede betekent, maar die ons ook kunnen vertellen wat oorlog is. En het is denk ik goed om elk jaar te herdenken dat ooit in Nederland oorlog was. Een oorlog over een groot deel van Europa, wat meer dan 50 miljoen mensen het leven heeft gekost. En dat is eigenlijk onvoorstelbaar. Als je dat niet meegemaakt hebt, kun je daar nauwelijks iets bij voorstellen wat dat is. En mensen als Burgers en Spijkers, die die oorlog meegemaakt hebben, die kunnen als geen ander ons vertellen. En dat is onze plicht, door te geven wat vrijheid is. Vrijheid, wat wij als heel normaal beschouwen, maar wat absoluut niet normaal is. En daarom zijn we als historische kring heel blij dat u in zo'n grote getale hier vandaag bent om met ons te herdenken de verschrikkelijke gebeurtenissen die een oorlog met zich meebrengt en wat hier, een klein eentje verderop, is gebeurd. Ik zal de heer Burgers straks even vragen of hij in een paar zinnen wil vertellen hoe hij hier gekomen is en wat zijn reis vanaf hier is geweest. Voorzitter, u vraagt mij om in een paar zinnen te vertellen hoe ik hier gekomen ben en wat ik hier heb meegemaakt en hoe ik hier ben weggegaan. Nou, in een paar zinnen kan dat eigenlijk niet, maar een paar dingen wil ik er wel van vertellen. Ik was in mei 1943, moest ik in gevolg de arbeidseinsatz naar Duitsland. Ik was student en ik moest daar gaan werken en ik dook meteen onder. Toen hebben ze een inval gedaan bij mij thuis, ik kom uit Nijmegen. En toen hebben ze mijn broer gepakt en die zou naar Duitsland moeten, tenzij ik me alsnog kwam melden. Dus ik had geen keus, ik moest me melden. Dat heb ik ook gedaan. En toen ben ik met nog twee andere Nijmegenaren met z'n drieën door de KK, controlecommando, de Nederlandse SS, zeg maar, de Nederlandse kundepolizei, dus controlecommando, onder bewaking van twee KK's van het politiebureau in Nijmegen naar het station in Nijmegen in een bepaalde coupé van een trein en hier naar Ommen gebracht. Vanaf het station Ommen moesten wij hier naartoe lopen. En ik wist natuurlijk heel weinig van wat was Ommen, wat is Ommen. Maar wij kwamen met z'n drieën binnen in dat kamp. En het eerste wat die interne bewaker zei, liggen, staan, liggen, staan, liggen, staan. Zonder enige reden, heel sadistisch, een mede-Nederlander. Onthoud dames en heren, het waren Nederlanders, die bewakers. Helemaal geïnfiltreerd door het nazisme. En daar heb ik dus een aantal weken gezeten. En wat ik ook net tegen mijn vrouw zei, ik was zeer emotioneel als ik denk dat mijn moeder mijn wordt opzoeken. Die moest ook die reis, ging ze eerst naar Zwolle, daar kon ze overnachten. Dan met het treintje hier naartoe, dan vanaf het station hier naartoe lopen. En dan kwamen wij als gevangenen buiten, net buiten het kamp, want daar waren de bezoekers. En dan mocht je dan drie kwartier bij zijn en dan moesten we weer naar binnen. En wij moesten dus daar naartoe komen lopen als groep, zingend, want we hadden het zo goed, we moesten zingen. En enfin, dat in dat, hier in dat kamp had je diverse onderkomens. Ik lag in een barak waar 60 medegevangenen zaten, in één barak. Drie lagen van 20, 20, 20. En ik was toen jonger van 19 jaar.
En daar zaten ook mijn medegevangenen, waren er ook bij, dat wat volgens mij echt tuig was. Grote kerels, volwassen kerels. En die zagen in mij een mooi seksueel slachtoffer. Moet u zich voorstellen, door je medegevangenen. Maar goed, ik heb daar een aantal weken uitgehouden. We moesten zingen, maar we moesten hier ook een beetje onderhoudswerk doen. We moesten hier schuilkelders bouwen. En op een gegeven moment in 15 juli 1943 werd dat hele toenmalige bewoners, alle gevangenen, er waren ik denk een kleine 400, allemaal vervoerd in goederenwagons. En we werden naar werkkampen gebracht. Maar aangezien ik maar een jonge jongetje was en niet zo sterk uit, ik bleef over. Je kunt zich voorstellen, in Bremen ging er een groep weg. In Hamburg, zo heel langs die Oostzee uit. Stettin, toen naar Neustrelitz. En daar zat ik, en nog veel anderen natuurlijk weer, in een werkkamp. En in dat werkkamp ontmoette ik een vriend van mij, onderweg eigenlijk. Dat was een zekere meneer Co Broekema uit Eindhoven. En dat vind ik toch ook wel de moeite waard om dat even te zeggen. Onderweg leerden we elkaar kennen. En we hebben toen elkaar gezworen met God als getuige. Wij zouden vluchten voor Kerstmis 1943. En toen puntje bij paardje kwam, heb ik dat alleen gedaan, weer met een andere gevangene. Maar ik ben inderdaad gevlucht. En ik ben op 14 december 1943 weer in Nijmegen, ongeschonden, zekere zin, aangekomen. En toen ben ik weer ondergedoken. Enfin, dus de rest zal ik niet meer vertellen. Heb ik voldoende verteld, voorzitter? Ja hoor. Ja? Ik denk dat wij een indruk hebben hoe hij hier terechtgekomen is, wat hier gebeurd is en de reis die hij gemaakt heeft, ja, naar een werkkamp elders in Duitsland, met uiteindelijk als doel van ik wil vluchten. Ja. En dat is hem gelukt en ja, hij is weer teruggekomen in Nederland. Ja. Ja. Dankjewel. Ja. Ja. Maar goed, wat ik dan wil zeggen is, we hebben daar 3 of 6 maanden zijn we daar in kamp geweest. We hebben daar, nou ja, niet zo'n plezierige tijd gehad, dat is zonder meer duidelijk. Maar goed, we hebben het overleefd. We kunnen het weer navertellen. Ja. Dus, oké. Okay. Wij zijn hier bij het herdenkingsmonument Kamp Erika. Langs deze weg ging men naar het gevangenkamp Erika, waar tijdens de Tweede Wereldoorlog talloze Nederlanders zijn vernederd, gemarteld en vermoord. Het brandt een fakkel en we zien vuur. Het is met vuur zoals met de vrijheid. Zolang het daar is, verlicht het ons allemaal. Maar als je het niet onderhoudt, dooft het zomaar uit. De gedachte achter de fakkel is dat vrijheid niet vanzelfsprekend is en dat vrijheid actief levend moet worden gehouden en over moet worden gedragen, zoals een fakkel ook zijn vuur verspreidt. Want vrijheid is kostbaar, kwetsbaar en niet vanzelfsprekend. Vrijheid moet je koesteren. Dat besef je pas goed wanneer de vrijheid er niet meer is, zoals tijdens de Tweede Wereldoorlog. Stijn, 12, en Bente, 11, hebben zelf een gedicht gemaakt over de oorlog. Ze zullen dat straks voorlezen. Daarna wachten we tot 8 uur. Dan zal Frank van Elburg de Last Post spelen, gevolgd door 2 minuten stilte. De Last Post is een trompetsignaal gebruikt in het Britse leger. Oorspronkelijk werd het gespeeld als afsluiting van de dag tijdens de inspectie van de posten. Na 2 minuten stilte zingen we de 2 coupletten van het Wilhelmus en dat zal ook Frank inzetten. Nu, Bente, wil je het voorlezen? Jouw gedicht? De oorlog. Elke dag zijn wij vrij, in april en in mei. In de oorlog was dat niet zo. Met je verjaardag kreeg je geen cadeau. Waar nu bloemen groeien en koeien loeien, was oorlog. De Tweede Wereldoorlog. Er waren verzetstrijders en geallieerden, maar de Duitsers marcheerden. 5 jaar lang waren we bang. De NSB'ers die pakten Joden op. Voor iedere Jood kregen ze er 3 knaken bovenop. Vooral arme mensen deden dat. Ze waren arm daar in de stad. In kamp Erika werden mensen gestopt.
Ze werden geslagen en geschopt. Ze moesten keihard werken en niet alleen de gezonden en de sterken, maar ook de vrouwen, kinderen en zwakken namen zij te pakken. Bij de boeren mochten ze werken, dan kregen ze eten om aan te sterken. We zijn nu hier om te herdenken en bloemen te schenken. Oorlog. Elk jaar op 4 mei herdenken we de mensen die om leven zijn gekomen. Sommige verzetters stappen zich in hoge bomen om hun land te bevrijden. Of er sommige soldaten zich op. En misschien kwam Nederland dan zo weer aan de top. Maar het hield mij niet op. De NSB'ers pakten alle Joden en verzetstrijders op. Ze werden naar concentratie of gevangeniskampen gestuurd. Ergens in de buurt. Zoals hier, bij kamp Erika, waar wij met z'n allen samen zijn. Om alle slachtoffers te herdenken die omgekomen zijn. En zoals in heel Nederland is er nu een moment van stilte.